gaat het met jullie romantische leven? Nooit meer seks of nooit meer uitgaan? Zo! Vonden jullie de eerste keer niet super eng? Hoeveel dagen hou je vol zonder seks? Hoi allemaal! Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik zo awkward. Ik weet ook niet waar ik toch zeg jullie allemaal hallo. Ja, gaan we allemaal hallo zeggen. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een mukbang. Ik ben vandaag niet alleen met Isabel, maar ook met Savannah. En misschien kunnen sommigen jou van de vlog kennen. Ja, hele kleine stukjes. Hele kleine stukjes. Maar wij vonden het leuk om lekker sushi mukbang op te nemen. En we hebben het gehaald bij I Love Sushi. Onze place to be. Altijd. En ondertussen ga ik de vragen beantwoorden. Die heb ik op internet gesteld. Wat is er? Nee, ik vind het gewoon mooi. Nou, opnieuw dus. Ondertussen gaan we vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld op Instagram. Dus, we gaan het allemaal uit. Oké, ik ga even een vraag... Nee, we gaan eerst nog een sushietje nemen. Ja. Eerlijk? Ja. Even soja erin. Ik heb nog meer soja als nodig is. Deze fout is toch niet lekker? Nee, die hebben we voor ons. We houden niet van zalm. Nee. Hoe kan je nou niet van zalm houden? Dat is zo lekker. Nee, dat is nou even zo. Ja, heb je dat van het weekend ook niet gegeten? Nee. Ik vind de tonijn nog wel, want dat is niet echt een vis. Maar wij hebben tonijn nu. Nee, maar die tonijnmoes vind ik echt niet lekker. Nee, tonijnmoes niet. Ik zei, dan krijg ik bij show dat het al gratis is. Ja, maar dan niemand nee, op lust. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Dat is zo'n tonijnsalade. Oké, welke gaan we beginnen? Ik doe het makkelijker. Ik ben echt bang dat ik dit echt veel te, dat ik dat niet in mijn bek krijg. Ja, ik ga ook gewoon zo innemen. Ik ook dan. Jij ook? Ja. Oké, je moet even een thumbnail maken dan. Nou, ik ben best. Ik zit vast dip wel dip. In. Eet smakelijk. Die rijst. Ik blijf het je zeggen. Die rijst hier is echt. Heb je veel gekregen? Ja, heel veel. Echt? Ja, echt veel te veel. Maar dat ik echt ver van tevoren nu heb gedaan. Weet je wel? Normaal zeg ik het op het moment zelf. Ja, oh, wel. Ja. Ja, en dan krijg je ook niet te veel. Ik krijg er nog steeds gewoon genoeg van. Nog helemaal niet. Dat past niet. Dit gaat gewoon niet passen, inderdaad. Ja, die man. Goeie. Jezus. Hoe gaat dit er. Dit ziet er toch niet uit als je dit hebt. Hoe gaat het met jullie romantische leven? Slecht. Bij mij dan? Nou. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Middelmatig. En bij mij gaat het wel goed. Nou, bij jou wel, ja. Maar we moeten het laten matchen. Ja. Is hij lekker seal deze? Ja. En wel heel groot om in je mond te roken. Wat vind je het meest irritant aan je vriendinnen? Nou, Isabel, wat vind je een beetje irritant? Nou, ik best veel eigenlijk. Ja? Ja, ik kan wel met dingen soms denken van, nou, nu maar je moet. De groep. Ja, groep dan beter. Ja, onze groep. Ja, jullie kijken meer naar wie weet. Voor echt een vriendinnengroep, dat kan ik ook heel snel irriteren. Ja, dat bedoel ik. Maar ik heb dan zeg maar, waar wij mee zitten, wel veel. Dat is ook echt begrijpbaar. Nee, ik ook. Want in een groep dan, die wil weer dit, die wil weer dat, die wil weer dat. Ik ben een grote groep, heb heel veel verschillende meningen. Ja. Nou, wij komen altijd best wel snel uit samen, want wij hebben wel een beetje dezelfde mening. Ja. En het irritantste vind ik... Want wij snel te gaan als ze schreeuwen. Ja, dat vind ik ook irritant. Dat jij eens aan ja. Moet denken. En dan echt maar de vriendengroep. Vind ik het irritant. Ik vind wel dat je gewoon een mening moet hebben. Als je iets wordt gevraagd, vind ik wel dat je gewoon moet zeggen wat je vindt. Nou, dat sowieso. Nou, er niet van als je van je mond houdt. Nee. Als er wat wordt gevraagd. Nee. En dat er meer meningen gezegd mogen worden, dat vind ik soms ook. Nou. Ja, maar dat wel soms meer met elkaar eens moet worden. Nou, dat is meer gunnen of zo. Meer gunnen misschien. Nou, dat heb je bij een hele grote groep wel moeilijk. Ja, op. Nou. Want het is, je kan heel moeilijk voor iedereen zijn eigen, zeg maar, hoe noem je dat? Voor iedereen dat iedereen eruit komt, of er goed uitkomt. Want altijd is er wel iemand die dan bijvoorbeeld minder goede keuze heeft. Ja. En heel veel, ja, de ene houdt weer wat van wat anders. Dus daar krijg je meestal ook met dingen doen. Ja, nou, dat heb je ook zo nodig. Maar anders wel, is het weekend afgelopen weekend wel goed gegaan. Nou.
echt goed gegaan. Maar we deden wel op zaterdag allemaal een beetje ons eigen ding. De ene met drinken. Ja, en de ene helft wel gewoon even bij het huis brengen. Ja, nou prima toch? Ja, vind ik wel. Gewoon lekker elkaar dingen laten doen. Ja. Wat zou je doen als je beste vriendin met de jongen waar jij mee bezig bent, mee naar bed zou gaan? Zo nou, boos worden als ze ervan weet. Ja. Ja. Dat zou ik echt niet pikken. Nee. Maar ik zou zeggen, nou ik zou heel erg ruzie hebben, maar ik zou je nooit meer kunnen vertrouwen diegene dan. Dan is je hele vertrouwen toch, nee. Maar dan is je hele vertrouwen toch weg. Maar zou je ook niet van een jongen pikken? Nee. Nee. Klaar. Die weet ook dat het jouw beste vriendin is, dus dat zou een beetje lullig zijn. Nou. Ik moet gewoon aftappen hoor. Als je nog geen relatie hebt. Ik wel. Want is hij dan al dus blijkbaar niet. Nou, in een relatie ook niet. Nee, als hij dan al niet, dan. Nee, dat vind ik, dat kan je niet maken. Oh, maar dit is mijn favoriete. Ja? Zoveel sorry. Ja? Je bel, je hebt zoveel haat gekregen in het begin. Wat dan? Als een vrouw was? Oh, okay, dus. Als een hond af. Oh, echt? Ja. Oh nee, dat is ook echt een hond af. Ja. Deze is echt een ben, ze bel vreugd alleen maar. Echt onaardige dingen. Ja. Soms vertelt er ook gewoon nog een sushi te eten. Was je gevraagd. Ja. Maar uiteindelijk hebben we heel veel lieve comments wel gehad. Ja, nu wel. Ja. Nu waardeert het. Ja. Heel veel mensen zeggen ook, jullie zijn tenminste één van mensen die lekker een beetje eten. Sommige mensen nemen drie happen en dan Ik zie sommige mukbangs en gaan ze, nemen ze, pakken een sushi, nemen ze een hap, dan knippen ze het eruit en ze eten. Ja, dan gaan ze verder praten, maar dat moet niet. Nee. Ja, dat zie ik. Dat zie je. Gaat die hele mukbang gaat om wat je eet. Ja, lekker zijn aanhalen. Ja. Die heb ik ook nog. Nooit meer seks of nooit meer uitgaan. Zo. Nou. Nee. Ik dacht, ik wil uit. Ja, dat is helemaal boos weer. Daar. Ja. Nou, dat is heel moeilijk. Dat is echt heel kut. Nee, dat kan maar niet. Maar dan, stel je doet nooit meer uitgaan. Dan zit je dus elke zaterdag op de bank. En dan gaat het uit. Ja. Je gaat ook niet, dan gaat het uit met je vrienden, je bent gek van elkaar. Maar je gaat ook niet uit. Nou. Dus ik kan ook niet meer mensen ontmoeten. Nou. Nou, ik kan er echt niet uit kiezen als ik eerder ben. Dan kan je ook niet meer, kan je ook geen kinderen meer maken. Nee. Dat is ook echt kut. Nou ja, als je ouder bent, ga je niet meer echt naar huis. Nee. Dus voor nu. Voor nu zou ik nooit meer seks kiezen. Mhm. Ja. En later. Kom goed, hè? Ja, dat is wel. Oh. Jij zei het toch? Wat zei je? Maar van later ga je niet meer uit. Oh ja. Ja? Ja, dat is goed. Dat is inderdaad. Ga niet meer naar een club. Nee. En dat is uitgaan. Ja, je kan de ene is uitgaan, de andere is anders. Als uit eten zijn je ook uitgaan. Ja, wat is dan uitgaan? Ja, dat is waar. Vonden jullie de eerste keer de lakens delen niet super eng? Ja, wel. Ik dacht echt, nee, dit kan niet. Nee, kut. Dit is mijn hele soja op. Nee, dat was ook echt heel laat, omdat ik het gewoon niet durfde. Ik vond het heel raar. Ja, jij vond het, jij dacht altijd, eeuw, waarom doe je dat? Ik ga dat echt nooit doen. Ja. Maar ik was best wel snel nieuwsgierig van haar. Ik echt totaal. Ja, ik ook wel. Maar het is omdat ik ook wel, ik had natuurlijk wel gewoon een relatie, dus ik heb het, was ik nog best wel jong. Maar ik heb het niet gelijk gedaan. Nee, maar na een tijdje, als we een lange relatie hebben, dan heb ik wel vertrouwen en zo. Ja, dan is het toch gewoon prima. Voor jou. Voor mij. Ik ben zelf heel zwaar. Ik ben heel benieuwd hoe het met Isabel gaat. Hoe heeft zij corona ervaren? Oh ja, dat is wel een goede vraag. Nou. Daar komt het. Ik was 5 dagen lang niet thuis geweest. Ik was samen met Sarah, waren we alleen maar uit geweest. En bij een soort van, we hadden geen vakantie, want we gingen door. Dus in die tijd zijn we bij vrienden wezen slapen, uit geweest. Ja, een soort van uit toen het nog een beetje achter kon. Gefeest, weet ik veel allemaal wat. En
toen ik thuis kwam, toen begon ik ineens te hoesten. Maar ik had ook in een jacuzzi gezeten met heel veel chloor. Dus ik dacht van, dat kan echt op je longen aantasten. Het is heel scherp spul. Dat zei je broer toen? Ja, dat zei mijn broer. Zei, joh, want dan krijg je heel een beetje benauwd van wat je denkt. Dus ik werd de volgende ochtend wakker. Toen dacht ik, ik heb gewoon zo'n kater. Ik ben gewoon zo naar de kloot. 5 dagen amper geslapen. Ja. Ik was gewoon helemaal dood. Ik heb ook niet gelijk, denk ik. Nee. Maar toen ineens kreeg ik ook koorts. En was ik nog steeds een beetje aan het hoesten. En best wel erg hoofdpijn ook. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga me gewoon testen. Je weet het nooit. Ik ben gewoon voor mijn werk. En ja, voor de mensen om me heen. Voor de zekerheid. Om te laten zien van, ik heb geen corona. We zouden een weekendje weggaan. Dus ja, ik ben niet heel ziek geweest. Ik heb alleen hoofdpijn gehad, hoesten en na een half dagje koorts of zo. Dat was het. Dus gewoon echt gewoon grieperig. En toen kreeg ik de uitslag, toen dacht ik, nee, dit kan niet. Maar je dacht eigenlijk dat je het niet had, toch? Ja. Ik dacht echt dat ik het niet had, want ik was na 2 dagen... Wij zouden letterlijk naar Maastricht gaan op maandag. Wat kut. Het was zondag dat je de uitslag kreeg en ik dacht, we gaan naar Maastricht. En opeens, ze belt mij, ze zegt, start corona. Ik zeg, nee, ik geloof het niet. Dacht je ook niet meteen van. En ik was al beter. Ja. Maar dat was nog kutter, want dan mocht je steeds de deur niet uit. Nee. Nou, ik moest 2 weken in quarantaine. Twee? Ja. En één. Eén klopt. Nou, de dag nadat jij mij gezien hebt, zeg maar. En dan 2 weken. Dus ik maar dat soort van een week later kreeg de uitslag, dus toen moest jij nog een week. Maar eerst dacht ik dat je echt een grap maakt. Want een vriend van ons, die werkt bij de GGD. En die kon zeg maar eerder in het systeem kijken of je het had of niet. Ja, klopt. En toen, dus ik dacht dat hij echt een grap met jou zat te maken. Ik denk echt, nee, dat ja, klopt niet. Hij zei, bro, ik ben echt serieus met jou. Je hebt corona, man. Ik zei echt, dit is een grapje. Nou, dus ik weet echt. Nou, dat is niet normaal. Toen werd gebeld door de GGD. Toen kwam ik echt binnen en toen moest ik ook een kaart huilen. Mm-hmm. Ja, snap ik. Ja, dat snap ik heel veel. De hele buurt over ons heen gekregen. Niet normaal. Echt? Ja. Iedereen, ja. En ik hoef hem nooit meer te zien. En Isabel was het afgelopen weekend nog in het wouwtje. Terwijl ik gewoon ziek thuis was. Vrienden of sojasaus? Ja, dan moet ik even pakken. Zal ik even pakken? Vrienden van ons liepen in de Jumbo en van, doe jij hier? Je bent met haar omgegaan. En Bo die werkte toen bij het Leeuwtje. En helemaal boos op Bo dat ze daar ging werken en zo. Terwijl zij Isabel gewoon 2 weken niet had gezien al. Ja. Mm. Nou, mensen zijn heel panisch, maar ik heb letterlijk niemand om mij heen besmet. Terwijl ik wel echt heel veel mensen in mijn besmettelijke tijd heb gezien. Ook gewoon echt heel erg. Dat vind ik echt apart van. Ja. Hoe wil ik hem bevatten? Ik word zeg maar die avond in de jacuzzi. Zeg maar toen ik hoesterig werd. Dat was dan mijn eerste klacht toen ik thuis kwam. Toen heb ik met 8 mensen in de jacuzzi gezeten. Jongens die in de jacuzzi hebben gezeten, waren ook ziek. Ja, ik vind het echt gewoon. En die werden getest en die had niet. En mijn broer lag ook met koorts op bed, hè. Had ook niet. Ja. Ik zit echt soms te denken van. Want heel veel tests zijn ook fout, hè. 2% van alle testen die worden gewoon fout getest. Want het, ja, ze kunnen het toch niet goed zien. Het zou best goed kunnen dat ik het niet had. Het is echt lekker. Ja, het is echt top. Het is echt snel op. Je hebt het wel een beetje vol al, hoor. Jij? Mm. Niet vol. Maar niet zo veel voor normaal. Nee. Maar het leek echt veel. Zaterdag bijvoorbeeld. Nou. Dan plof ik echt. Maar dat vind ik ook helemaal niet chill. Nee. Maar toch zit ik het bijna altijd van sushi. Hebben jullie wel eens meer dan 1 jongen gezoend op 1 avond? Ja. Ja, ik ook. Maar niet meer dan 2. Echt? Ja, heb ik dat nog? Nou, toen met... Wat zat nu toen met... Oh ja, maar die zoende mij en die duurde ik ook gelijk. Oh ja, oké. Okay. Ik weet niet, ik volgens mij 2, maar... Ik weet niet of het zou misschien best gebeurd kunnen zijn, maar ik zou het echt niet weten. Ik niet meer, maar echt raar als je daar nu over nadenkt. Ik zou het nu nooit meer doen. Ik heb het nooit meer doen. Echt nooit meer. Fucking weird. En ook gewoon dat ik met zoveel jongens. Ja, maar ik denk dat het ook niet. Ik heb 11 weken gezoend niet wel. Ja, gewoon echt leuk. Ik vind het gewoon leuk. Maar nu echt nooit meer. Ik vind het zo leuk. Ik zoen dat echt niet. Echt?
Ik doe het niet snel. Nee? Ik wel. Omdat ik het is dan meer, ik voel dan de ene keer dat ik dan twee keer heb gezoend. Het is dan denk ik echt toevallig geweest, omdat een jongen echt heel erg op mij afstapt. En dan was het meer van, niet dat ik hem totaal niet leuk vond hoor. Daar. Nee. Maar dat ik dan niet durf te zeggen van, doe maar niet. Ja. Ik denk dat dat meer reden was. Nou, ik weet niet, maar ik zoen echt elk weekend en het boeide me niet, van zo happig. Maar ja, nu maar... doe ik dat echt al twee jaar niet gedaan of zo. Nee. Ik had meer. De enige keer dat ik echt vaker met iemand zoen of zo was echt op vakantie. Maar hier in de buurt zou ik dat echt niet doen. Nou, maar we gaan allemaal vrienden doen. Ja. Gewoon, dan ging ik met vrienden chillen en dan ging ik met hun zuipen. Nou, het slaat nergens op. Nee. Maar toen ging ik met heel veel mensen in alcohol. Maar ik altijd heb ik nooit mensen gezoend, alleen die dan. Ga je dat er? Oh nee, doe maar niet. Sorry, vergeet het weer. En die waren trouwens. Bel. Nee, nooit gezoend. Ah, wel jou. Dat altijd was. Ga je mond nou eens? Ja, knip het gewoon uit. Of je gewoon piep. Ja, ik ben ook. Nu laat ik het ook wel vol te maken. Ja. Die bonen zijn wel echt lekker hoor. Ik hou echt die bonen op het eind een beetje. Ik kan duidelijk echt serieus, ik kan er echt een hele bak in. Ja. Ik raak ook een lekker snackje. Ja. Dat hebben we eens gemaakt. Ja. Je kan het kopen bij de Hema, maar dat is toch niet zo lekker als dat je. Nou, dat heb ik dus een keer gedaan bij de Kruif. Niet bij de Kruif, dat zou ik. Bij de Albert Heijn. Nou, dat was echt heel vies. Ja, lang in de lekker was persiebonen. Ja, wel in de. Ja, ze hebben niet die lekkere smaak of zo. Of ik had niet goed klaargemaakt. Maar dat hoesje dat brak gewoon heet het af. Ja. Nee, maar dit was heel veel zachter. Ja, dat als je er een had, dan brak het gewoon. Ja, nee. Dat is echt vies. Ja, we hadden bij de Hema toen. Echt? Oh! Dan had ik er nog een keer aan jullie gevraagd, waar hadden jullie dat? Toen echt? Hadden jullie zelf sushi gemaakt, hadden jullie ook van die bootjes. Mm, ja. Ik zorg was bij de Hema geweest, was op. Wij ook een keer gehad. Ja. Toen heb ik het bij de Albert Heijn gekocht. Wat is er verschil met dit? Nou, ik weet het niet. Zit er nou verschil van smaak tussen dat groene en dat rode? Mm. Nee. Ik denk dat het echt kleurstof is. Ja. Waar zijn jullie onzeker over? Ik ben onzeker over hoe ik ben. Maar dat heb ik bij bepaalde personen. Ja, dat heb ik ook. Maar bij jullie vind ik dat niet. Bij jullie Nee, bij jullie voel ik mij ook echt niet. Maar ook niet. Ik weet niet. Als ik zeg maar in Amsterdam zo uit ben, dan heb ik het ook veel minder. Maar dat is denk ik meer mijn mensen. Ja, oh, in Amsterdam is het ook heel erg. Echt? Oh, nou, ik ben echt bang dat mensen mij stom vinden. Ze kennen je toch niet? Nee, maar ik ben stom vinden. Ik weet niet. Ja, Isabel, je zit altijd veel te druk te maken van alles. Ja. Dat weet ik niet. Ik ook echt. Maar dat echt niet, als het bij mij niet mag. Maar jij wilt gewoon dat iedereen. Maar ja, maar ik heb dat helemaal niet. Ja. Ik denk, joh, dan mag diegene mij toch lekker niet. Ja, maar ik snap toch niet waarom diegene mij niet mag. En dan word ik boos om. Ja, niet iedereen, niet de hele wereld kan je dat toch mogen? Nee, maar doe ik het niet. Iets van de mogen. Dan wil jij gewoon een reden weten. Ja, maar. Ja. Ja, maar jij bent veel te controleren. Klopt. Wat een meest ondeugende wat jullie ooit hebben gedaan. Weet ik eerst wel. Nou, dat moet ik echt hebben. Zoveel waarschijnlijk wel, rare dingen. Ja. Vooral als ik dronken ben. Ja, ik ook. Ja, ik dus niet. Ik denk dat ik echt heel erg netjes ben. Dit klinkt echt heel stom, maar ik netjes ben vergeleken jullie met uitgaan. Klopt. Ja, wij hebben echt overal scheid aan. Ja, dat heb ik dan weer niet. Nou, als ik dronken ben, heb ik wel meer scheid. Ja. Maar als ik nuchter ben, niet. Nee. Nooit meer seks of nooit meer alcohol. Nooit meer alcohol. Ik heb sowieso niet echt heel erg met alcohol. Maar ik voel je altijd kut, gewoon. Ja, ik heb. Oh nee. Altijd denk ik daarna. Oh, maar niet dit ondruis. Dan zou ik nooit meer mogen drinken. Ja. Dat zou ik gewoon chill vinden eigenlijk. Je hebt geen reden om nooit meer te drinken. Ja. Ik heb het ook niet per se nodig voor een avondleuk te hebben. Nee. Sommige mensen moeten echt drinken om het gezellig te hebben. Ik zou het echt niet erg vinden om hem gewoon een keer te bokken of zo. Nee. Echt niet. Klopt. Nee, ik heb het ook meer. Veel beter. Maar uitgaan, dat is gewoon anders. Als ze maar gewoon doen. Ja, maar dat moet. Ja. Uitgaan dat is gewoon een leuke herinnering. Gewoon met mensen omgaan. Ja. Gewoon eens lekker. Oh, dat je met elkaar. Gewoon lekker leeft. Dat je met elkaar. In club staat. Het is een hele. Gun ons
alsjeblieft een neerzet als je dit ziet. Gun ons een leuk leven. Ik haat het leven. Jullie zijn ook zo klaar. Ik ben zo depressief. Ja, maar ik voel me ook echt depressief. Ik ook. Ik zweer het. Nou, niet nu, maar ik heb wel erg gehad. Van de zomer voel ik me heel depressief. Ja, ik vind het ook echt heel erg kut. Maar meer, ik weet niet. Ik ben nog wel gewoon door de week met heel veel mensen op mijn werk. Ja. Ik droom er ook heel vaak over. Om uit te gaan. Ik had ook gedroomd dat ik van het weekend samen met Tom op vakantie ging. Tom? Ja, ja, Tom Walters. Echt? Van Tom van alleen een nieuwkoop. Ja. Ah! Hoe groot moet een lul zijn in centimeter? Nou. Nou, 30 centimeter. Hij heeft het. Nee, maar. Als dat ik, weet ik niet, dat boeit me niet. Maar gewoon. Ik weet niet hoe, maar, hoe groot is het maar. Nee. Ik weet niet. Ik heb er nog nooit over gemeten. Ik ook niet. Maar. Doe gewoon normaal. Hoe te groot is ook niet leuk. Nee. Alleen maar als je niet weet wat je ermee moet doen. Ja, dat is toch zo. Hoe zou je kijk, stel je zo'n micropenis, heb je ook niks aan. Nee. Maar als diegene die dit heeft. Die dit ook niet even moet kijken. Alsof een fucking jongen hier naartoe kijkt. Ik denk het echt wel. Ja, het is van jong hoor. Haji. Mama, Haji wil wel weten. Even. Zo, is het. Nee. Hij gaat nu ook kijken. Nee, hond, dat is echt. Nee, het is een nep. Naakt. Oh, ja. Ooit naakt gezet? Ja, naar mijn vriend. Ik ook. Ik nog nooit. Nee? Nee. Oh, ik wel. Ik ben dan echt bang dat iemand het doorstuurt. Nee, maar naar je vriend. Ja, alsnog. Die vertrouw je. Nee, maar die vertrouw je wel. Je vriend wil toch ook niet dat jouw naaktfoto wordt uitgelegd? Ja, maar dan denk ik toch, als ik door mijn naad en ik zag het uit. Oh ja. En dan oh, zag ik zoveel foto's met. Ja. Zoveel foto's en filmpjes met deel. Nee, maar nee, ja, met mijn relatie, maar ik heb nooit naar een random guy gestuurd of iemand zo dit soort helemaal uit. Maar nee, dat zou ik echt nooit in mijn leven doen. Echt nooit. Alleen als ik moet 100% vertrouwen. Maar ik nee, ja, ik doe, ik zou dat niet doen. Hè. Nou, mijn vriend die vertrouwt 100%. Ja. En als het uitgaat, weet ik zeker dat hij dit nooit meer doet. Ook al heb je ruzie, ja, dat kan je gewoon niet maken. Nee. Ik zou ook nooit iemand anders laten zien. Maar vaak is het op Snap en dan gaat het weg. Ja. Ja. Maar heel veel jongens hebben zo'n Snap-saver. Wat? Op Snap gaat weg, hoe bedoel je? Oh. Nou, je hoort heel veel verhalen. Ja, mensen gewoon in één kunnen opstaan zonder dat je het ziet hoor. Je hebt Snap-save. Isabel is het weg. Oh. Nee, ik heb hem nee. Nooit. Hoe lang was je langste relatie? 2,5 jaar bij mij. Zo, 2,5 jaar. Mij 1 jaar. Nou, ja, maar het was eigenlijk soort van bijna 3 jaar aan elkaar. Maar elke keer pauze weer niet. Dan weer ja, precies. Al gezeik. Gewoon, als het uit is, moet je het eigenlijk nooit meer aanmaken. Dat heb ik echt geleerd. Moet je kijken wat dus nu ziet. Wow, trillende sushi. Nee, ik denk dat ik gewoon echt een soort van zenuwachtig was. Nee, nee. Ik zit aan te kijken, ik zie dat ik helemaal rood ben. Terwijl ik dat nu helemaal niet meer vind. Maar dat had je ook. Ja, maar dan heb ik het wel van wijn. Oh, van wijn. Dan heb ik, maar dat heb ik nog niet gedronken. Oh, nee, misschien is het niet van wijn. Zoals mensen gaan komen. Ik weet het niet van wijn. Ben je ergens allergisch voor? Ja, ik weet het niet. Ik heb dit zo vaak. Ik had eerst dat het warmte misschien oh. Ja, maar dat is dan denk ik toch. Nou, ik weet het niet. Warmte misschien. Want van drijven krijg ik het ook. En dat zit erbij. Oh. Ja, maar. Ik heb nou geen wijn op. Ja. Nee, dus dan moet het ergens anders vandaan komen. Ik zit nou echt te kijken en ik denk echt zo dat andere mensen gaan vragen: wat heeft zij in haar nek? Dus dan zeg ik het nog vast. Wat heeft zij in haar nek? Hoeveel dagen hou je vol zonder seks? Ja. Ja, als ik een vriend heb, niet nee. Veel, maar als ik geen vriend heb, ja, ja, echt wel. Ik kan ja. Zo lang zou ik zonder kunnen. Ik zou echt maar op een gegeven moment, maar hoe lang je het niet meer hebt, hoe minder je eigenlijk denkt. Ja. Je denkt er niet meer over na. Je vergeet ik zou nooit zomaar echt snel met iemand even naar bed kunnen of zo. Ik kan dat niet bijna.
Nee, ik kan het echt niet. Tenzij je echt diegene goed, nou tenminste wel kent en je hebt gesprek met elkaar. Maar ik zou het nooit wel gesprek hebben. Maar ik zou echt niet, ik zou niet zo'n persoon die in Amsterdam uitgaat. Nee. En ik ken hem totaal niet, zo echt maar niet. Maar liever mee naar huis gaan. Ik zou bang dat hij ergens naartoe heen. Ja. Niet dat je denkt van... Je kent die gasten. Tenzij diegene heel vaak in Amsterdam met tegengekomen. Ja, maar elkaar praten. Maar stel je ziet gewoon iemand in een club en dan gaat iemand mee naar huis. Ik heb nog nooit gehad in mijn leven. Ik moet nog met stem. Nee, dat lijkt me echt helemaal kut. Ik ga hem doen, maar. Dat is een stukje aan. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet ons even niet te volgen op Instagram. Is wel eens dat. Isabelle DH laagstreepje. Mij Sarah Boert en bij jou Savannah XX. Oh nee, dat is mijn snapje. Ja. Nou, volgens jou zeggen het gewoon mijn naam, maar dan tussen de S en de Griekse eindpunt. Sil. Punt. Savannah. S. Punt. Savannah. Nee, S. Punt. Ilana. Ja. Als je de video leuk vond, vergeet niet een duimpje omhoog. Deze bak heb ik hem opgegeten met Gember. Niet. Oh, dat is allemaal. Ik heb jouw bak. Nou, in ieder geval, ik wil zeggen. Vond je de video leuk? Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Om mij te abonneren. En dan zie je de volgende keer weer. Doei! Bye!